De schop gaat in de grond en de N196 verdwijnt in zijn huidige vorm. Daar is althans donderdag voor getekend. Wat gaat gebeuren is dat er vanaf het laatste stukje uit de Hoornthoogte van de Poelweg, de hele weg door Alsmeer heen tot over de brug Hoofddorp in, dat de weg wordt afgewaardeerd van de provinciale weg die het nu is naar een tweebaansweg. Voor lokaal bestemmingsverkeer met in het midden een vrijliggende busbaan, zodat de vrijliggende busbaan door Uithoorn ook nu doorgetrokken wordt door Alsmeer heen. Stukken worden wordt het nog met 30 km per uur. En op die manier proberen we, of gaan we eigenlijk, het doorgaand verkeer wat nu nog dwars door Alsmeer heen rijdt, toch steeds meer richting de N201 doen. En deze weg alleen maar gebruiken voor bestemmingsverkeer. Over een heel groot deel leveren weggebruikers dus in elke richting één rijbaan in. En eigenlijk zou dat met de huidige verkeersdrukte helemaal niet kunnen. Dat soort dingen worden berekend op basis van modellen. En het model geeft aan dat één baan hier Alsmeer in over de brug, dat zou zo red spits Alsmeer in, zou dat een probleem kunnen geven. Het grappige is dat vorig jaar is de brug gerestaureerd, toen is er één brug uit geweest. Dus hadden we op dat moment maar één baan Alsmeer in en één baan Alsmeer uit. Dat heeft inderdaad een week lang files opgeleverd, maar na een week niet meer. Dus we hebben een maand lang hebben gezien dat het wel werkt. Dus ik maak me daar niet echt heel erg zorgen over. Op elke kruising komt een rotonde waar de bus rechtdoor overheen kan. In 2019 moet het werk gereed zijn. Het totale plaatje kost bijna 30 miljoen euro.